Ja, we leven een echt luxe leven. Als wij in een winkel komen, weten we echt niet meer wat kiezen. Dat is waar, schat. Ja. Dat is echt waar. Vroeger, als mensen iets kochten, dan was dat voor heel hun leven. Tegenwoordig, als iets kapot is of het is uit de mode, wat doen ze dan? Smijten ze het weg. Ze smijten het weg. Ja, van wegsmijten gesproken. Ik moet wel zeggen dat we van ons twee wel het meeste afval hebben. Hè, schat? Ja. Onze Patrick doet dat veel beter. Ik zeg dat gelijk dat dat is. Zware jongen. Want ja. Patrick doet dat beter, hè. Afval verwerken en recycleren, dat kost geld. En om mensen aan te zetten afval te sorteren en te voorkomen, bestaat er een eerlijk systeem. Dat systeem heet DIFTER. DIFTER staat voor gedifferentieerde tarieven. Dat betekent dat je betaalt naar gelang het gewicht en het soort afval dat u meegeeft. Die groene container voor groente, fruit en tuinafval, dat vind ik een goed grief. De huisvuilzakken die worden vervangen door deze grijze container. Emma, gedaan, hè? Met van die scherp uitstekende voorwerpen of de katten die 's nachts de zakken komen openkrappen. Ken je het? Ja, ja. Die smeerlapperij op kaas, dat was altijd voor mij, hè? Met deze grijze container, allemaal in orde, hè? Deze container heeft zelfs een geheugen, dat zit hier, in deze chip. Hierin staat uw adres, nummer en grootte van uw container, als ook het soort afval dat u meegeeft, huisvuil of GFT. Deze chip registreert het aantal kilogram afval dat u meegeeft. Hoe meer afval u meegeeft, hoe meer u betaalt, hoe minder afval u meegeeft, hoe minder u betaalt. Geef toe, ja, eerlijk is eerlijk. Hè? Om de 14 dagen wordt het huisvuil opgehaald en de weging ervan gebeurt met een geëikt weegsysteem. Men registreert het verschil tussen het begingewicht van een volle container en het gewicht nadat de container is leeggemaakt. Als er eventueel iets overblijft in uw container, dan moet u dat natuurlijk niet betalen. Men registreert dat gewicht hier in de ophaalwagen. De meeste mensen denken er niet bij na, ook mijn broer en zijn gezin niet. Nochtans, bij het winkelen begint de afvalberg. Kijk, mijn boterhammen zitten in een brooddoos, mijn drank in een thermos en dat is het geheim om de afvalberg te verkleinen. Wie systematisch overbodige verpakkingen voorkomt, heeft minder afval. Kortom, wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt. Je hebt de keuze groenten loskopen of voorverpakt. Onverpakte groenten en fruit die smaken even lekker. En bovendien vermijd je heel wat plastic verpakkingen en schaaltjes. Ik koop alleen wat op mijn boodschappenlijstje staat en controleer altijd de versheidsdatum. Op die manier hoef ik achteraf niks weg te gooien. Ik kies voor recycleerbare verpakkingen, zoals bijvoorbeeld deze drankkartons. Als ze leeg zijn, kunt u ze achteraf kwijt in de PMD-zak. Of bijvoorbeeld glazen verpakkingen, die kunt u achteraf in de glasbol kwijt. Kortom, alles beter dan kleine plastic potjes. Hoe groter de verpakking, hoe minder afval. Daarom verkies ik een grote doos waspoeder boven verschillende van deze kleine doosjes waspoeder.
Ik kies voor duurzaam materiaal. Dat gaat veel langer mee. Je hebt er ook veel minder afval van. Daarom koop ik bijvoorbeeld vandaag deze aftrekker en deze dweil. Veel beter dan bijvoorbeeld die wegwerp schoonmaakdoekjes. Afvalarm winkelen is een sport. Wie daarop let, kan al veel afval voorkomen. Dames en heren, de kandidaat van vandaag, afvalkampioen Danny de Koster. En hier is uw gastheer, afvalconsulent Patrick de Koster. Ook al doet een mens nog zo zijn best om afval en overbodige verpakkingen te vermijden, u zult toch altijd afval overhouden en dan komt het erop neer goed te sorteren zodat er kan gerecycleerd worden. In deze grijze container mag alleen huisvuil zitten. Dat betekent alleen dingen die niet gerecycleerd kunnen worden. Maar als we gaan kijken, dan zitten er toch heel vaak dingen in die er eigenlijk echt niet in thuis horen. Kranten, kartonnen verpakkingen, dat hoort allemaal bij papier en karton en dat wordt gratis bij u thuis aan de deur opgehaald. Glazen flessen en bokalen, die doet u best in de glasbol. Batterijen, spaarlampen, inktpatronen zijn allemaal klein gevaarlijk afval. Een mooie tas, die kan naar de kringwinkel. Plastic flessen, flacons, metalen verpakkingen, drankkartons, dit hoort allemaal in de PMD-zak. Neem ik weer een rode sticker op met een blauwe zak gekregen. Ik zou het mijn vel gesprongen hebben van colère. Hè. Dacht, wat heb ik nu weer verkeerd gedaan? Nu blijkt, eerst een plastieke zakken, dan mag er niet in. Up. Plastieke polkens, mag er niet in. De P die staat voor plastic flessen en flacons. De M voor metaalverpakkingen, gelijk blikjes, metalen koekendozen. Aluminiumfolie, mag er niet in. De D staat voor drankkartons. Dat wist ik, hè. Ja, onze Patrick heeft al dikwijls genoeg gezegd, maar ja, de mens kan niet alles weten. Kleding, schoenen, lederwaren, die kunt u allemaal kwijt in de kledingcontainers langs de weg. Oude medicamenten brengt u best terug naar de apotheek. Een oude versleten kookpot of een kapot elektrisch toestel, dat hoort thuis op het containerpark. Iedereen kan met een speciale toegangskaart terecht in het containerpark in zijn gemeente. Dit is een containerpark met diftar op basis van gewicht. Voor een aantal afvalsoorten betaal je in functie van het gewicht dat je aanbrengt. Dit containerpark is in twee delen verdeeld. Een gratis gedeelte en een betalend gedeelte. Eerst kom je in het gratis gedeelte terecht. Op het containerpark wordt recycleerbaar afval selectief ingezameld. Hier wordt dus ook gesorteerd, net zoals bij u thuis, maar dan wel in grote containers. Van hieruit vertrekt het ingezamelde afval naar recyclagebedrijven die er dan op hun beurt weer een maximum aan nieuwe materialen uit recupereren. Hoe beter we sorteren, hoe gemakkelijker we recycleren. Dus wit glas bij wit, gekleurd bij gekleurd en zo wordt het ook gescheiden gerecycleerd tot nieuwe flessen en bokalen. Papier en karton worden na uitsortering tot pulp verwerkt en gebruikt om gerecycleerd papier van te maken. Een voorbeeld daarvan is uw dagelijkse krant. Die bestaat uit 100% gerecycleerde vezels. En dan nu de PMD.
petflessen worden gerecycleerd tot schilfers. En met die schilfers wordt onder andere kledij gemaakt. Wist u dat met 27 van deze flessen een vlies gemaakt wordt? Of 55 van deze flessen, die zorgen voor de vulling van uw nieuwe slaapzak. Flacons worden gerecycleerd tot plastic flessen, plastic buizen enzovoort. Van metalen verpakkingen worden nieuwe conserveblikken gemaakt, maar ook bijvoorbeeld auto-onderdelen. Van 670 van deze blikjes maakt men een nieuwe fiets. Van het karton in drankkartons worden onder andere papieren zakjes, eierdoosjes en alle andere verpakkingen gemaakt. Twee drankkartons leveren 1 vierkante meter keukenrol op. Afvalstoffen die een mogelijk gevaar kunnen zijn voor mens en milieu, als ook afvalstoffen die niet direct een gevaar zijn, maar die wel een speciale verwerking nodig hebben, zoals bijvoorbeeld frituurolie, wel, dat hoort allemaal thuis bij het klein gevaarlijk afval. Een paar voorbeelden hiervan: resten van schoonmaakproducten, biociden, lijmresten, verfresten, batterijen, spaar- en TL-lampen, frituurolie, brandblussers. Dat hoort allemaal bij het klein gevaarlijk afval. Is je wasmachine stuk en kan je ze niet meer herstellen? Op bijvoorbeeld je gsm, wafelijzer, ijsmachine, koelkast, stereo-installaties, verlichtingsapparatuur, computers, televisies. Kortom, eens ze niet meer werken, horen ze bij de afgedankte elektrische en elektronische apparaten. En die kun je gratis naar het containerpark brengen. Indien je afvalsoorten bij hebt die bestemd zijn voor het eerste en dus gratis gedeelte van het containerpark, dan rij je gewoon langs de slagboom terug naar buiten en je bent wel het afval kwijt, maar niet je geld. Het tweede gedeelte, en dus betalend gedeelte van het containerpark, daarvoor kom je eerst met het voertuig over een geëikte weegbrug. De aanmeldzuil zal dan vragen welk soort afval je komt aanbieden. Dat kan steenslag zijn of snoeihout. Vervolgens wordt er een ticket afgedrukt waarop het gewogen gewicht staat en het soort afval. Bij het verlaten van het betalend gedeelte wordt het voertuig teruggewogen. De aanmeldzaal maakt nu het verschil tussen het volle en het lege voertuig. Het gewicht en het soort afval bepalen hoeveel je moet betalen. Je kunt je rekening dan verheffen met bankcontact, Proton of eventueel met een beurtenkaart. Vervolgens krijg je een kastticket, slagboom gaat omhoog en je kunt weer vertrekken. Eerlijk is eerlijk, je betaalt enkel voor het gewicht dat je aanbrengt. Wanneer gaat je uw kasten eens leegmaken? Wanneer gaat je die garages opruimen? Het is overal hetzelfde liedje. En ik denk dan, gooi dat allemaal zomaar niet weg. Uw herbruikbare spullen en uw kleren brengt je beter naar de kringwinkel. Wel een gigantisch assortiment, hè, man. Alle koopwaar wordt hier eerst grondig nagekeken en prachtig gepresenteerd. U ziet dat hier, hè. En het aanbod hier is onbeperkt. Verandert hier voortdurend. Moet dat hier eens zien. Speelgoed, hè, voor de kleine mannen. We hebben hier bijvoorbeeld
Die poepen mee. Ons Melissa, die gaat er content met zijn echt, hè. Kan die meepakken. 1 euro. Dat is geen geld, het is hier echt niet duur. Je moet ook eens afkomen. In het huisvuil zit ook nog te vaak GFT. Groente- en fruitafval bijvoorbeeld. Een filterzakje met koffiedik. Hè? Snijbloemen, keukenrol, groente, fruit en tuinafval. Dat mag allemaal in de GFT-bak. Wat mag er in de GFT-container? Wel, dat staat op deze sticker. Wat mag er dan niet in? Plastieke zakjes, netjes, olie, vetten, sauzen, kippenbeentjes. En wat er ook zeker niet in mag? Mosselschelpen. Mogen er zeker niet in. Om de 14 dagen wordt de GFT-container opgehaald. Alleen het aantal kilogram wordt aangerekend. Het is dus niet nodig om uw GFT op te sparen tot de container vol is. Uw buren gaan daar ook zeer blij mee zijn. En bij Ecowerf maken ze van het GFT met alle plezier compost. GFT wordt in een composteerinstallatie gerecycleerd tot compost. Vanuit de stortbunker wordt de GFT via een transportband naar de composteerhal gebracht. Het materiaal wordt wekelijks omgezet en komt na 5 weken in de narijpingshal terecht. In deze hal worden de ideale omstandigheden qua vocht en beluchting nagestreefd om het natuurlijk verteringsproces te versnellen. Deze compost heeft het Vlaco-label. Vlaco staat voor Vlaamse Compostorganisatie. Dat betekent dat deze compost aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. U kunt hem hier tegen betaling komen halen, want dat is natuurlijk het ideaal voor uw tuin. Als u nu zelf thuis wil composteren, dan kan dat ook. En dan hebben we een paar slimme tips om uw tuin heel wat afvalarmer te maken. Hey, zijn we dat hier nog zo stom niet bekijken, hè? Pak nou die kiekjes. Geen beter afvalverwerkend bedrijf dan een kiek. Groente, fruit en tuinafval. Dat worden allemaal eieren. Oudsnippers, hè? Ja, wel ja, dat kun je gebruiken voor dingen, voor de bodem af te dekken. Je hebt geen afval, je hebt geen onkruid, je hebt geen werk. Goed bezien. In de kringloophoek hoort je eigen composthoop, bak of vat. Door je eigen groente- of tuinafval te composteren, pas je het kringloopsysteem perfect toe. Je eigen groente- en tuinafval wordt compost en compost is de ideale bodemverbeteraar. De compostmeester kan al je vragen beantwoorden. Of misschien heb je zelf wel zin om compostmeester te worden. In ieder geval, hoe meer mensen met een kringlooptuin, hoe meer natuur en hoe minder afval. Alles wat overblijft na zorgvuldig sorteren en wat niet te groot of te zwaar is om in de container te steken, wel, dat is huisvuil. Vervuilde of moeilijk te recycleren verpakkingen, plastic zakjes, bakjes en doosjes, sigarettenpeuken, plastic of aluminiumfolie, schaaltjes in piepschuim, gloeilampen, wegwerpluiers, cd-roms, diskettes, videocassettes, lp's, behangpapier, broodzakken, mosselschelpen en zo verder. En dan een klassieker en zeker te vermijden kilo's, de wegwerpluiers. Wat is dat, jong? Ah, dat zijn onze herbruikbare luiers. Dat zijn niet meer die oude vodden van vroeger. Hè. En eigenlijk is dat nog goed voor de billetjes van uw kindje. En zoveel extra werk is dat niet. Door die herbruikbare luiers te gebruiken, gebruiken we geen wegwerpluiers. En dat bespaart ons echt kilo's afval. Nee,
Huisvuil komt niet in aanmerking voor recyclage en wordt verbrand. En dat kost dus geld. Amai. In vergelijking met mijn rekening van de winkel is mijn afvalrekening gelukkig niet zo hoog. Hebt u nog vragen? Bel dan de groene lijn en kies voor de optie Diefstal. Het nummer staat op elke container. Enfin, in het kort gezegd, door afval te voorkomen en juist te sorteren, kun je dus heel wat afval uit uw huisvuilcontainer weren. Eerste, dat ruimt. Allee, nee. Alles even bijeen. Normaal gezien mag hier dus niet veel gewicht meer in komen, hè, in die grijze container. Diefter spoort aan om afval te voorkomen en goed te sorteren. Wie slordig met afval omspringt, ja, die moet meer betalen dan degene die afvalarm koopt en daarbij ook nog goed sorteert. Kortom, eerlijk is eerlijk.